De grote lappen gronden die LVV heeft gehad zijn niet voor de Mennonieten. Dit liet minister Prelaat Seodin vandaag weten in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling. Bij de laatste vergadering hebben DNA-leden gewezen op grote lappen gronden die zijn uitgegeven aan LVV. Waarbij er vanuit werd gegaan dat deze mogelijk zijn ingezet voor de Mennonieten. Op de vergadering wees Seodin erop dat de lappen gronden bedoeld zijn om de productie te garanderen en Suriname daadwerkelijk te maken tot een voedselschuur. Daarvoor heb ik samen met deskundigen in kaart gebracht de locaties waar wij de garantie hebben dat de productieactiviteiten ongestoord kunnen plaatsvinden. En dat er niet plotseling de irrigatiebronnen vervuild raken of dat er plotseling mijnbouwactiviteiten in het gebied plaatsvinden. En wat wij veelal zien is dat er midden in een agrarisch gebied er verkavelingsprojecten opduiken. Om te voldoen aan de exporteisen zullen wij gebieden ook als zodanig moeten inrichten met de nodige bufferzones, zodat wij ongestoord kunnen produceren. Samen met collega Rom werken we aan meer detail of in meer detail aan bestemmingsgebieden. Minister Seodin benadrukte dat niet alle gronden geschikt zijn voor landbouw. Ingeschakelde specialisten zullen nader onderzoek doen in de diverse gebieden naar vooral de agro-ecologische zonering, bodemkundige en agro-hydrologische situatie. Rapporten die tot nog toe zijn geproduceerd liggen ter inzage. Op basis hiervan kan er uiteindelijk een gedetailleerd masterplan geproduceerd worden. Voorzitter, het kan best zo zijn dat er uiteindelijk minder dan 25% van het gebied overblijft, omdat de rest van het areaal niet geschikt gaat blijken te zijn voor agrarische doeleinden. Ik stel voor ons momenteel niet blind te staren op het totaal van alle arealen, omdat rekening houdend met carbon credits, behoud van biodiversiteit en internationale richtlijnen er vooral niet ontbost mag worden binnen een bepaalde afstand vanaf de rivieren en kreken. De minister hield verder een presentatie over welke gronden in de boezem zijn van het ministerie van LVV.